Goedenavond. Leuk dat jullie er zijn en komen kijken bij me. Ik vind het heel erg leuk om weer een keertje hier te zijn. En we gaan vanavond aan de slag met de nieuwe layered masks van Studio Light die uitgekomen zijn. En misschien dat een aantal mij gisteravond al hiermee hebben bezig gezien. Toen heb ik er twee laten zien. Deze twee heb ik gisteravond gedaan. En vanavond ga ik in ieder geval met deze aan de gang. En als ik tijd heb, de zonnebloem of wat anders. Maar goed, layered mask. Wat zijn dat nou? Layered masks, dat zijn masks. Ik heb ze hier, alle vier. Die je, waarmee je dus afbeeldingen, in dit geval bloemen, kunt maken door laag over laag inkt aan te brengen. En dat doe je dus, ik heb daarvoor in dit geval de distress inkt genomen. En als je die laag over laag aanbrengt, dan krijg je deze resultaten. Nou, die kan je dus weer verwerken op een kaart. Dat ga ik laten zien. Ik ga laten zien ook welke er zeg maar uitgekomen zijn. En dan heb ik ook nog de ontzettend leuke mededeling dat ik van Janine vanavond deze hele set, dus alle vier de mask, mag verloten onder de kijkers vanavond. Dus ik ga gewoon de een uitvissen na de uitzending. En dan zeg ik van, die mag een mailtje sturen daar en daar, maar dat regelen we na de uitzending wel. En die krijgt alle vier deze masks. Oké. Ik was gisteren inderdaad met een roos aan het puzzelen, Maria. Maar dat gaf ook wel een reëel beeld. Dat ik zei van ook, het is heel leuk om te doen. Je moet even je hoofd erbij houden. En het lukt echt wel. Maar het puzzelen is het. En ik, om het nou het puzzelen jullie wat makkelijker te maken, ga ik jullie uitleggen hoe je dat nou ook makkelijk kan doen. Als eerste, de vier masks, dat zijn vier bloemen. De kosmos, dat is deze. Dat is mask SLES mask 123. De kosmos. Leg hem even opzij. Dan hebben we de hydrangea, dat is deze. Daar gaan we vanavond uitgebreid mee aan het werk. En dat is mask SLES mask 124. Ook opzij. Dan hebben we de roos waar ik gisteravond mee zou puzzelen. En dat ga ik ook straks wel uitleggen nog. Dat is mask SLES mask 125. En dan de zonnebloem. Dat is SLES mask 126. Dus dat zijn de vier masks die uitgekomen zijn. Nou, dan waar ga je mee werken? Om hiermee te werken, om deze kaarten te maken, ga je werken met inkt en borstels. Ik heb deze ronde genomen de borstels van Studio Light. Ik vind ze zelf erg prettig werken. En de prettige bijkomstigheid is, ik ben mijn roos kwijt, is dat de kleuren van de borstel mij ook helpen de borstel, de kleur waarmee ik aan het de verf mee of de inkt mee ga aanbrengen. Dus als ik paars naar je kant zien, gebruik ik paars. Groen gebruik ik groen. Blauw gebruik ik blauw, de O. Oranje. Dus zo werkt het eigenlijk. Hè? Hier de geel tinten. En dan zeg je, oké, als je dan een donker paarse hebt gebruikt en je gaat terug naar een licht paarse, hoe doe je dat dan? Ik ga even mijn keukenrol pakken. Hier is mijn keukenrol. Dan doe ik mijn borsteltje, even die opzij zetten, afvegen op de keukenrol. Je ziet hier, nu komt er een heel klein beetje inkt vanaf.
Als je het nog beter wil, hebben ze nu bij Studio Light ook een schoonmaak, een scrubbordje bij sprake gemaakt. Daar haal je hem overheen, dan veeg je dus de resterende inkt eraf en je ziet nu, er komt zo goed als geen inkt meer van mijn borstel af. Dus dat werkt zo. Nou, ik denk, ik ga nu toch mijn roos zoeken. Ik weet niet waar ik hem nou gelaten heb. Die ligt er wel natuurlijk, deze. Vanavond heb ik ervoor gekozen die. Welke inkt ga je gebruiken? Gisteravond heb ik het voorgedaan met de stress inkt. Daar ga ik vanavond ook mee werken. Maar ik wil toch ook laten zien. Kijk eens jongens wat ik uitgeprobeerd heb. Ik wilde jullie de verschillen laten zien. Kijk eens. Heel veel voorbeelden met verschillende soorten inkt. Dat heb ik gedaan omdat ik jullie wilde vertellen van met welke inkt kan het. Nou, het kan dus met gewoon heel veel soorten inkt. Dat rubberding in een sopje ja, of met een doekje afvegen, dat kan, maakt helemaal niet uit. Als jullie het leuk vinden, dan wil ik wel zeggen, deze is met Memento inkt gemaakt. Gewoon die driehoekjes, hè, deze, die druppels. Op kleur bij elkaar gezocht. Deze is met Distress inkt gedaan. Deze ook met Distress. Deze is weer helemaal met Memento. Deze is ook met Memento. En bij deze heb ik zelfs de Elements van Lavinia erbij gebruikt. Dus je kan ook inkten gewoon door elkaar gebruiken. En je ziet hier mijn kladjes. Ook op die kladjes kan je zien dat ik de inkten, ongeacht merk, probeer bij elkaar te zoeken qua kleur. Nou vond ik zelf deze combinatie vond ik erg mooi. Dus ik ga vanavond deze combinatie met jullie maken. En die heb ik gemaakt met, en die ga ik even pakken, die combinatie qua kleuren. Het is toch ook weer de Distress inkt geworden. En wat heb ik nou gedaan? Ik heb gewoon een kladje en daar heb ik de kleuren op gezet. Ik ga met deze werken. Met de Shaded Lilac, de Wilted Violet en de Villainous Potion. Dat worden de kleuren waar ik dus deze. Ja, ik vind het inderdaad ook een hortensia, maar ze noemen het hier een. Nou, even een moeilijke naam. Hydrangea, maar ik vind het ook een. Zeg maar. Een hortensia. Kan het ook met. Heet het. Wat zag ik nou? De ijsink. Ijsink. Ja, natuurlijk kan dat ook. Want ook dat is gewoon een inkt. Ik heb die inkt niet, want ja, ik heb zoveel soorten inkt. Ik ben nog niet aan de ijsink begonnen. Dat wil niet zeggen dat ze hier niet komen. Maar ik heb mijn voorbeelden gemaakt met de inkten die ik in huis heb. En ik wilde jullie dus met mijn verhaal over de verschillende soorten uitleggen dat je dus gewoon met de inkten die je in huis hebt, het kan doen. Zoek gewoon op kleur bij elkaar. En ik zeg eerlijk, ik heb de ijsink niet gezien. Ik zie kleuren voorbij komen. Ook zeker met de Lavinia en de andere dingen. Dat ik denk, wat een mooie kleuren. Dus wie weet heb ik over een paar weken, maanden, heb ik wel alle ijsinkten. Maar ik heb het nu gedaan met wat ik in huis heb. En dat is even met deze. Ik wil de kleuren in de groep plaatsen en dan wil ik een aantal voorbeelden ga ik dan wel onder mijn voorbeeld neerzetten met welke inkt en welke kleuren ik gecombineerd heb. Dus dat doe ik vanavond, denk ik nog. Als ik zeg dat mijn video geplaatst wordt, zal ik het erbij zetten. Voor de liefhebbers is dat. Ja, zullen we dan nu lekker aan de gang gaan? Wat handig is, je gaat dus werken met een mask. Dit is het mask. Dat mask ga ik zo meteen op papier leggen
En dan vind ik het handig om dat masker vast te leggen. En dan ga ik dat dus doen met mijn magneetmat. Daar heb ik mijn 4 magneetjes en dan leg ik alles vast. Wat heb ik gedaan? Ik heb de kaart waarop ik ga werken. Kijk, ik heb een mapje met alle gestanste spullen erin. Die heb ik alvast gestanst. En ik heb daarvoor gebruik gemaakt de stansmal uit de nieuwe Write Your Story van Janine. En dat is stansmal JMA WIS CD200. Daar heb ik de, de kleinste hele kaart. Dan zit nu die andere waar die mooie kantding in zit. Nee, die en die andere heb ik uit kaartstok uit een paperpad gedaan. Dus die heb ik gestanst uit 200 grams watercolor. En dat kan je dus van een merk doen wat jullie zelf graag vinden. Ik heb de Florence gebruikt. Je kan ook op fase, wat je wil. 200 grams, wil je op 300 grams, dat kan ook. Maar dat moet je gewoon lekker even uitproberen. Wat ik wel adviseer is om op aquarelpapier te werken. Want dan kan de inkt mooi verwerkt worden. Oké. Ik leg mijn uitgestanste achtergrond op mijn vel. Ik ga bepalen waar ik de bloem wil hebben. Ik heb ervoor gekozen dat ik hier de tekst onder wil. Dus ik ga naar boven mijn bloem zetten. Niet helemaal boven, maar zo. En dan doe ik hem ongeveer in het midden. Pak je dat nou aan? Je ziet hier zo. Dit is de achtergrond. Hier zie je dus 1A, 1B, 1C, 1D. Dus je krijgt 4 lagen op elkaar. En die 4 lagen, hoe leg je dat nou op elkaar? De maker van deze mask heeft bij elk punt waar je ze op elkaar moet leggen een streepje gezet. Dat heb ik ook gedaan op mijn mask. Dat heb ik met een zwarte pen gedaan. Nou, deze heb ik al zoveel gebruikt dat het er bijna af is, maar ik zie het nu. Op die punten waar ze op elkaar komen te staan, daar heb ik met zwarte watervaste stift ook een streepje gezet, zodat ik weet hoe ik moet zoeken. Want gisteren, nou, degene die het gisteren hebben gezien, ik heb bij de roos op een gegeven moment heel erg moeten zoeken. Dat was mijn eigen schuld, want ik zat hem te verdraaien. Maar goed, dan is het handig als je een aanspreekpunt hebt, of een aanlegpunt is het in dit geval. Dus, ook op het mask staat aangegeven 1A, je moet hem goed houden, 1B, 1C en D. Maar je kan ook zorgen dat je dus de achtergrond bij de hand houdt om het goed te kunnen zien. Dan zie je hier dat het volgende gaatje van de volgende uitsnede zit vlak bij mijn bloem. En ik in mijn enthousiasme ga dan heel graag poetsen. En dan poets ik ook over het gaatje wat ernaast zit. Dus dat gaatje ga ik afsluiten. En dat sluit ik af door er een briefje onder te leggen. En daar leg ik echt even een magneet op. Dan zie ik hier nog een stuk waar ik heel erg makkelijk overheen zou kunnen wrijven. Dan leg ik daar ook even, dan zorg ik dat de gaatjes die daar in de buurt zijn, ook dicht zijn. Ook daar leg ik een magneet. En dan zie je hier dat mijn mask op de op de achtergrond ligt. Dus wat doe je dan? Ook hier zorg ik dat ik geen streep krijg op mijn achtergrond. Oké, dan denk ik dat we nu onderhand kunnen beginnen. En hier kan je er dus ook in leggen. Klaar. De eerste kleur die je aanbrengt is over het algemeen. Zal ik hem iets inzoomen? Vinden jullie dat handiger als ik hem inzoom? Nou, niet gebruikt. Jongens, ga ze gewoon gebruiken. Gewoon kijken hoe ik het doe. Neem er de tijd voor.
En kijk, ga het gewoon proberen. Ik ga hem ietsje inzoomen dat jullie het goed kunnen zien. Dat vind ik altijd een puzzeltje. Ik ga even staan. Kijk hoor, of het lukt. Dat vind ik altijd zo moeilijk. Nou, ik krijg het nu ook niet voor elkaar. Ja, ietsje. Dan komt hij iets dichterbij. Dan kan ik het jullie goed laten zien. Kijk. Nou, ik pak mijn paarse borsteltje. Voor de zekerheid doe ik altijd de eerste keer kijken of die schoon is. Tenminste, niet te veel andere kleur is. En ik ga beginnen met Shade Lilac. Als je kan zien, het is A, B, C en D. Je hebt 4 kleuren nodig. Ik ga dat doen met 3. Ook dat kan. Ik poets met mijn borsteltje over mijn inktpad. En ik zie dat hier dat bruine briefje mijn gaatje iets dicht maakt. Dat mag niet. En ik ga lichtjes de eerste kleur aanbrengen. Dat doe ik met ronde bewegingen. En ik begin langs de randen. Ja, Marjan, vandaar dat het zo fijn is dat we in een live kunnen laten zien hoe je met de producten kunt werken. Want als ik iets niet snap hoe het werkt, dan kan ik het ook niet leuk vinden. En dan ga ik er ook niet mee werken, want ik weet niet hoe ik ermee moet werken. Dus daarom is het zo fijn dat we regelmatig gewoon uitleg kunnen geven over de techniek. Of gewoon laten zien wat je ermee kunt. Nou, dit is dus 1. Zie je? Dit is de eerste laag. Dan haal ik hem eraf. Ik zie dat ik die kant, de één kant nog erg licht is. Dan ga ik toch nog even een beetje voorzichtig poetsen zo. En dan haal ik hem eraf. En kijk, dit is het resultaat. Dit is de eerste laag die ik gedaan heb. Dan ga ik verder. Nou, A hebben we nu gehad. Dan gaan we naar B. Zeg, ik had een doekje. Ik maak even mijn mask een beetje schoon. Zodat niet deze verf weer loopt op de andere. Ja, als je op mijn YouTube kanaal kijkt en bij Studio Light, dan kom je de roos waar ik aan begonnen ben, kom je tegen. Dan ga ik naar B. Dit is B. Dan ga ik zoeken waar die op moest. En hier was het puntje waar die zou moeten passen. En dan schuif ik met mijn mask zodanig dat ik geen wit meer zie in mijn afdruk. Dan weet ik dat die goed ligt. Als alle witte randjes weg zijn. Kijk. Zo is die goed. Dan ga ik weer kijken waar ik een blaadje neerleg. Hier leg ik er 1. Want daar zit genoeg. Ik ga daar een grotere leggen, want hier zit ook nog. Kijk. Niet mijn werkruimte dichtgooien. Dan zie ik hier dus ook heel dicht bij mijn te bewerken gaatje. Zie ik nog meer, dus daar leg ik ook een bruin papiertje onder. En moet het een bruine zijn hoor? Nee hoor, dat kan je doen. Je kan een geeltje, wat je wil. Ook hier leg ik dan weer een magneet op. En deze ook, maar die hou ik met mijn vingers wel even dicht. Nou, dan ga ik opnieuw met Shade Lilac, met dezelfde kleur, ga ik de tweede laag aanbrengen. En dat wil ik dus meegeven. Je kan ook gewoon kiezen, als je niet 4 opeenvolgende kleuren hebt, om gewoon de tweede kleur, de tweede laag, dezelfde laag als de onderlaag te doen. Want dan krijg je gewoon een verdubbeling. En dan wordt de kleur vanzelf dieper. En gaat het ook goed. Oh, kijk uit. Hier nog even een
papiertje. Zie je? Jij met post-it briefjes kan ook. Dat maakt op zich allemaal niet uit. Als je de gaatjes die er niet bij horen, maar dicht maakt. Oeps. Nou zie ik dat ik toch niet alles dicht heb gedaan. Want ik zie daaronder toch een heel klein beetje dat ik met mijn borsteltje over een ander gaatje heb gedaan. Ik ga even mijn masker schoonmaken. En daarvoor, jongens, dames, heb ik gelukkig een hele goede vriend. En die hele goede vriend, dat is een Tombow-gummetje, het snotje. En dat is een soort zand, ja, gummetje. En die werkt perfect om je foutjes weg te halen. Kijk. Mijn papier beschadigt niet. En kijk eens, hij is weg. Geweldig. Ik ben heel blij met dit gummetje. Als je nu zegt ook weer welke bedoelt die ook alweer. Nou, je weet dat de producten die staan gelinkt op de site. Dus daar kan je vinden wat ik nu in mijn lijf heb gebruikt. Dus daar staat dit gummetje ook op. Nou, we hebben A en B gehad. Dan ga ik naar C. Dan ga ik hem weer neerleggen. En dan ga ik zorgen dat alle gaatjes, als ik geen witte randjes heb, dan weet ik dat hij goed ligt. Dan ga ik weer even kijken waar ik mijn briefjes wil hebben. En kijk. Dat is er één. Dit grote gat is ook wel aantrekkelijk om daar overheen te vegen, zon, als ik niet goed uitkijk. Dus daar leg ik ook een briefje. Hier aan de zijkant. En dat doe ik puur om te beschermen dat ik niet ongewenste kleur naast de bloem krijg. Hier zit nog een gaatje, daar hou ik wel mijn vinger op. De volgende kleur die we dan gaan gebruiken is Wilted Violet. Dan neem ik de kleur, hetzelfde borsteltje. Ik ga donkerder, dus dat maakt niet uit. Die lichte kleur die vermengt zich wel met die donkerdere kleur. En ook nu ga ik weer voorzichtig met mijn borsteltje over de gaatjes, zodat ze het allemaal netjes gevuld kan worden. En ik vind deze paars, roze-paarsige zo mooi combineren met die blauw-paars. Kijk eens hoe mooi. Kijk, er zit een gaatje. Hou ik even mijn vinger op. Anders moet ik zo meteen weer gummen. Dat wil ik niet. Nou, dan zit ik, denk ik dat alle gaatjes gevuld zijn. Nou, hieronder mag nog wel iets. Mijn gaatje dicht houden. Die vind ik, briefje weg. Nog goed leggen. Kijk. Haal ik hem eraf. En dat vind ik elke keer weer spannend. Kijk eens hoe mooi. En dan komt er nog één. En die laatste ga ik doen met die een van de nieuwere kleuren van Rangers, zeg maar. Van, dat is de Villainous Potion. Als ik het goed uitspreek hoor. Maar jullie snappen wel wat ik bedoel. Oké, die is ook weer schoon. Ik vind het toch wel prettig als ze weer schoon, zonder dat ik dan vlekken op de rest krijg. Dan ga ik de laatste doen. En de laatste is maar een heel klein stukje. Kijken dat ik de goede kant weer voor me heb. En waar zit de laatste? Onderaan. En je weet weer waar je hem neer moet leggen. En dan ga ik hem draaien. Even iets naar beneden, anders past hij niet goed. Dan ga ik net zo lang draaien tot hij goed zit. Kijk, je ziet dat alle gaatjes zich gaan vullen met de donkere kleur. Want dat is ook de bedoeling. Zo. En het is best even puzzelen. Je weet waar die goed ligt. Maar dan nog moet je ervoor zorgen dat al je gaatjes nu de donkerste kleur hebben.
Dan zie ik nog, ik heb net met mijn borstel over mijn doekje hard gewreven. Doe dat zachtjes, want sommige uitsnijdingen van je mask zijn best teer. En als je dat heel geschikt doet, dan gaan ze kapot. Dus met beleid. Kijk, moet ik er nog meer onder zetten? Even hier eentje. Ik ga toch die andere kant ook dicht doen. Dus gewoon voor mezelf, voor de zekerheid dat ik die niet meepak met invullen. Kom. Ja. Nou, ik schuif hem eronder. Haha, Agnes, was je me kwijt? Nek loopt niet zo hard hoor. En aan de bovenkant, jongens, toch voor de zekerheid. Duurt misschien wat langer, maar dan ben ik wel zeker dat ik niet verkeerd ga poetsen. Oeh, ik verschuif hem. Toch maar even nog een magneet erop. Ik ga de bloemen straks, heb ik beloofd, hè, de kleuren ga ik in de post zetten die ik straks neer ga zetten. Met nog wat andere combinaties, dus dat komt helemaal goed. Mijn borstel en de donkerste kleur. En daar gaat hij. Voorzichtig, hè, want anders maak ik het... Kijk, zie je? Hier is een stukje dat ik gewoon echt met beleid moet doen, omdat die anders kapot gaat. Ook de kleine gaatjes, zorg dat die ook hun donkere inkt krijgen. Hier zie ik dat ik moet doen. Dan denk ik dat ik ze gehad heb. Ja, het is best een werk. Het is ook een secuur werkje, dat klopt. Maar wel heel leuk om te doen. En kijk, hier is die. En nu gaan we de steel doen. Dus deze maak ik schoon. Zo. Want dan ga ik nu naar het blad. Voor het blad heb ik ook voor de Distress Inkt gekozen. En daar heb ik 3 soorten voor gekozen. En dat is Shabby Shutters, Peeled Paint en Forest Moss. Die 3 ga ik gebruiken om het blad te maken. De lichtste is in dit geval de Shabby Shutters. Ik doe mijn paarse kwastje weg. Ik veeg hem even af, zodat er niet al te veel inkt aan blijft zitten. En ik neem mijn groene kwastje. Vandaar dat ik het prettig vind dat de borsteltjes van Studio Light een kleur hebben. Dan heb je ook hier weer A, B, C. En C heeft 2 stukjes. De steel komt uit de bloem hier in het midden. Daar ga ik hem opleggen en dan zorg ik dat er een heel klein randje, zodat je niet hoeft af te dekken. Ja, maar zo werkt het niet helemaal, want dan worden de stencils duurder. Want dan heb je meer nodig, andere verpakkingen. Ja, het klinkt raar, maar daar heeft het ook allemaal mee te maken. Hè? Je legt je mask zo neer dat hij dat randje van de bloem raakt. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het niet zo heel erg hoor, om even een blaadje ertussen te leggen. Zo, ik ga hem niet te schuin doen. Leg ik hier even mijn magneet op. Hier doe ik er, daar zie ik, dan schuif ik hem weer. Maar dat komt omdat er gaatjes zitten en dan blijft mijn blaadje plakken. Dus doe hem hier, even die goed. Kijk, dan zet ik ook een magneet op. Heerlijk, die magneetmatten zo.
En onderaan, voor de zekerheid, ook één. En ik moet zeggen, als je het masker op een gegeven moment meerdere keren gebruikt hebt, dan krijg je ook wel meer, lef om het zonder te doen. Nou, dat is wat jullie zelf uit moeten proberen. Ik zou zeggen, begin op deze manier. En zo, daar gaat hij. Daar gaat de steel. De eerste kleur. Kijk, en daar ga ik al daarnaast. Dus daar heb ik zo meteen mijn gummetje nodig. Mijn shabby shutters. Dat is de eerste. Kijk. Zie je, heel klein stukje ernaast. Daar komt mijn vriendje. En ik haal het gelijk weg. Zie je? Daarom zeg ik, dat is echt een grote vriend van me. Want ook ik maak gewoon wel eens een foutje, een uitgeleiertje, een slippertje. En is het handig dat ik dit heb. Oké. Dan gaan we naar B. Die leg ik er ook op. En ik weet dat de achterkant gelijk moet zijn. En ook nu weer mijn papiertjes eronder. Zo. Dat is 1. Aan de onderkant 1. En aan die kant 1. Alles zit dicht. Dan pak ik de tweede kleur groen. Dat is dus Peeled Paint. Ik vind het jammer dat ik elke keer dat zou heel goed kunnen, Marjan Groenendijk. Of nee, hoe heet het? Maaike Stienstra, dat jullie dat op pergamanenpapier ook al deden. Dat zou heel goed kunnen. Er worden gewoon bepaalde technieken opnieuw opgepakt op een iets andere manier. Ik had van de week ook iets dat ik zag ergens. Toen dacht ik, oh jee, nou niet oh jee erg, van hey, dat heb ik ook al eens eerder gezien. Het is alleen maar leuk dat we nieuwe dingen, dat we een aantal dingen toch weer opnieuw gaan oppakken. Nou, dat is de tweede. En dan komt de derde. Even mijn mask schoonmaken. En de derde leg ik erop. Daar weet ik ook, de achterkant moet gelijk zijn. Die leg ik even apart. Dat had ik gekeken. Dus daar is die gelijk. En de bovenkant krijgt dus een donker kleurtje en de onderkant. Dan pak ik weer mijn papiertjes, mijn papiertjes. 1 erop. En 1 aan de onderkant. Neem ik een kleintje, want die grote wil ik aan de zijkant. En dan komt die aan die kant. Hey, en als jullie denken van, ik kan het zonder papiertje, moet je het doen, hè? Ik laat alleen zien hoe je jezelf kan helpen om niet straks een desillusie te hebben dat er iets fout is gegaan. Dat je zeg maar een uitgeleier hebt gemaakt. Dan is die bloem zo mooi. En dan is het laatste stukje gaat het fout. Kijk. Dus dat is de tweede. En als laatste komt er dan nog een mooi blad aan. Nou, die gaan we natuurlijk weer met dezelfde kleuren groen doen. En ook die heeft 3 laagjes. En dat blad dat komt aan deze kant van de bloem. En als eerste komt er dan de shabby shutters. Nu ga ik wel even proberen. Ja, natuurlijk. Maar dat gebeurt niet alleen jou hoor, Ellen. Het gebeurt mij ook. Ik heb niet voor niks ook een papiertje en een gummetje erbij. Wat ik tegen jullie zeg van... Houd dat gummetjes in de gaten, want het werkt prima.
En natuurlijk, dat kan ook met een geeltje of met anders. Dat kan ook gewoon met printerpapier, hè. Het gaat erover dat je... Kijk, deze moet schuin, want anders doe ik mijn basisding dicht. Zo. Nee, die kan niet helemaal. Zie je, zelfs dan zit ik te puzzelen hoeveel papiertjes heb ik nodig. Maar deze zit erg dicht op de andere. Dus deze ga ik ook nog eronder doen. Ja, en je bent even bezig. Maar jongens, het is een hobby, hè. Dus ik vind dat nooit zo erg. Ik wil kunnen genieten van mijn werk. En ik ben een Pietje, precies. Dat zal ik er dan ook bij zeggen. Heb je daar last van? Nee, ik heb er geen last van. Ik heb er last van als het niet goed werkt. Even mijn... Ja, mijn ergste is er vanaf. Mijn shabby shutters. De basis ga ik nu weer met ronde bewegingen aanbrengen. Dat is de lichtste kleur. Dicht doen daar. Die stukje opzij, anders kan ik het steeltje niet doen. De eerste laag zit erop. Dat is één. Dan gaan we naar de tweede. Bij de tweede wordt het, zeg maar, de nerve aangebracht. Wil ik met de achtergrond erop gaan werken. Ik hoop dat het voor jullie allemaal nog te volgen is. Ik heb ook een heel klein borsteltje. Ja hoor, dat zou ook kunnen. Die heb ik ook echt. Maar ik wilde nu juist jullie laten zien dat ik het met deze borstels heb. Maar ik zal het laten zien. 1, 2, 3. Oh. Stil mag niet dicht. 1, 2, hier nog 1. Ik ga... Kijk, dat zijn mijn oude borstels. Die heb ik ook. Even mijn arm strekken. Kijk, ik heb hier ook kleine borsteltjes. Dus ik ga het nu met een kleine laten zien. Even kijken of die schoon is. Ja, die is schoon. Dus dan kan ik nu de peeled paint nemen. Ja, ik doe dit met een billendoekje, maar gewoon met een... Niet met olie, met water, op waterbasis. Laat ik het even goed zeggen. Kijk, dit werkt natuurlijk makkelijker. Maar ik had de Studio Light borsteltjes, dus ik denk, nou, die hou ik maar even. Maar kleine borsteltjes werken voor dit uiteraard ook heel makkelijk. Ik vind niet dat ik het mooi egaal heb gedaan, dus ik ga het hier toch nog even bijwerken. En daar komt dat Pietje precies weer naar boven. Kijk. En dan komt nu de laatste laag. En dat is, die zit aan de andere kant, hier. Die leg ik er ook nog op. Ja, zo blij met dat magneetbord. Ja, ik ben ook heel erg blij met mijn magneetbord, hoor. Ik heb er een aantal. Ik heb ook een heel kleintje. En ik heb deze. Ik heb nog een A4 maat. Nou, deze ga ik er ook weer op leggen. Kijk, je kan het zien. De gaatjes mogen geen wit verschijnen. En dan weet ik dat hij goed zit. Ik leg hem even vast. Dan kan ik de papiertjes eronder leggen. Dat is 1. Aan die andere kant zit die wel heel erg in de buurt. Dat is 2. Nou, daar kom ik niet. En deze ronde red ik het waarschijnlijk met 3. Oké, dan neem ik de donkerste kleur. Ik neem een kleine... Kijk. En dan doe ik de donkerste kleur. Ook op het steeltje, het laatste stukje. Die... En dan is het blad en de bloem
Klaar. Kijk hoe gaaf. Ik ben er zelf. Ik vind het een fantastische mooie bloem. Nou. Ik ga toch ook een stukje laten zien hoe ik de rest van de... Ja, die glasplaten zijn er ook. Ik heb alleen die glasplaat niet. Maar dat geeft niet. Iedereen kan het op dezelfde manier. Het gaat erover dat je je mask wat vast kan leggen. En of het een magneet wordt, of je glasplaat. Die glasplaten zijn ook heel handig. Dat klopt. Oké. Dit was het afdeling de bloem maken. Dan ga ik jullie verder laten zien hoe ik de plaat heb gedaan. Ik ga dit even nu wegleggen. Of de plaat heb gedaan, de kaart. Dan ga ik mijn voorbeeldje pakken. Even een beetje ruimte maken. Want ik heb een rommeltje van gemaakt. Gaan jullie vanavond ook allemaal lekker het Songfestival kijken? Ik wel. Nou, hier ligt hij. En ik heb voorwerk gedaan, hè, want uit ervaring, mensen die mij een beetje kennen weten dat ik wel meer live ga. En dan vind ik het zonde van de tijd als ik heel veel moet stans of dingen voordoen, terwijl je dat ook voor kan werken. Dus dat heb ik gedaan. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb een basiskaart gesneden. Oh, dat wil ik nog even niet laten zien. Ik heb een basiskaart gesneden. Ik zal zorgen dat ik in beeld blijf. Ik zal heel erg in... Ik zal kijken of ik weer uit kan zoomen. Nee. En dat komt... Mijn telefoon zit in een klem, hè. Dan... Nee, ik wil inzoomen. Dan gaat hij uitzoomen. Oh, nou, dan moeten we het maar zo doen. Ik toch... Oh, balen... Waarom krijg ik dat weer niet voor elkaar? Ja, daar is die. Gelukkig, ik kreeg het alweer warm. Nou, ik heb een basiskaart gesneden en ik ga de maat daarvan opgeven. De maat daarvan is 11 bij 21,5. 11 bij 21. Waarom heb ik die maat genomen? Kijk dan wat ik gedaan heb. Ik ga het zo uitleggen. Ik heb die tweede stans uit die mal... Kijk, die buitenstands, daar heb ik uit zo'n paperpad van Studio Light, heb ik matlaag gemaakt. En als je kijkt naar het voorbeeld van mij, zie je dat ik hier uit diezelfde kleur, heb ik dus ook de letters gestanst. Wat gebeurde er nou? Ik had maar één blaadje van één zo'n kleur. En dan zou ik de letters een andere kleur moeten geven. Dat wilde ik niet. Ik wil het bij elkaar. Toen dacht ik, ik ga de hele wereld foppen. Hier komt toch mijn kaart over. Zo. Wie ziet dat daar een letter uit is? En dan heb ik wel wat ik wil. Ik wil dus de letters in dezelfde kleur. Dus. Vandaar dat heb ik... Het op deze manier heb gedaan. Dat kleine liniaat, ja, dat heb ik al heel erg lang. Dus wat gaan we doen? Ik heb gestanst. Twee randen uit de stansmal die ik geweldig mooi vind. Van Janine. Write Your Story CD 202. Je hebt daar 5 randen. Ik heb ze al in mijn journal gebruikt. En ik ga ze nu ook aan deze kaart... Ik heb ze gewoon gestanst. Met een stukje hier aan. Want wat ga ik doen? Ik ga de randen... Kijk, hier zie je aan de achterkant niet dat ze hier achter. Ik ga ze erop plakken. Want als je ze erop plakt... Kijk, zo. Dan komt zo meteen deze erover. Dan zie je dat niet. Ik doe dat met een stukje tape. Dun tape. Dus dan komt het goed. Waar ga ik mee beginnen? Ik ga mee beginnen om mijn randje van mijn kaart te bewerken met de lichtste kleur, shade lilac. Pak mijn borstel. En ook hier, dames, hebben we weer de kleurtjes
van Studio Light. En ik zeg al, de borstels zijn... De rubbertjes, of de toeltjes zijn echt hetzelfde. Maar ik vind die kleuren... Het werkt bij mij gewoon. Dus ik ga met deze... De Shade Lilac pakken. Dat was de eerste kleur van de bloem die we gebruikt hebben. Waar is die nou? Die is er nu. Oh, hier is die. En dan ga ik de rand mee bewerken. Want dat vond ik toch wel niet heel, heel erg opvallend. Maar ik wil toch dat witte een beetje het randje wegwerken naar de kleur van de achtergrond. En van de bloem natuurlijk. Hè. Maar de achtergrond zorg ik ook altijd dat die past bij hetgene wat er op de voorgrond komt. Ik hou van het moet voor mij een goede combinatie zijn. En dat wil helemaal niet zeggen dat er allemaal blauw moet zijn. Nee, de kleuren moeten combineren. En dat kan best zo zijn dat ik een blauwe achtergrond heb. En dan op de voorgrond met roze werk of zo. Het moet alleen kloppen. Nou, kijk. Dat is één. Even mijn toeltje wegleggen. Ton sur ton, ja, inderdaad. Maria, ik ben blij dat jullie het duidelijk vonden. Want dat is mijn bedoeling. Dat is onze bedoeling. Wij willen het voor iedereen gewoon goed houden. Dat iedereen het goed kan zien. En het ook begrijpt. En uitgedaagd wordt van denk van... Nou, dat kan ik dus ook. Ik ga deze alvast plakken op de ondergrond. En dan hoor ik jullie vragen. Hoe ver doe je dat nou? Nou, daar heb ik ook een tip en een trucje voor. Dat. Ik ga er eerst lijm op doen. Kijk. En dan ga ik hem plakken op de kaart. En dan zorg ik dat de open randjes, kijk. Dat die allemaal net aan de rand van je kaart zitten. Dus die bloemetjes, die open bloemetjes, zitten tegen de rand van je kaart aan. Dan weet ik dat die recht zit en goed. Dat is één kant. Dan komt de andere kant. Daar doe ik hetzelfde. Lijm erop. Nou, het stencil. Ik weet dat als je het bestelt, dat het tegenwoordig heel snel binnen is. En als je denkt van, ja, maar dan weet ik het niet meer. Het filmpje komt op mijn YouTube-kanaal. En als je nog geen lid bent, zou ik het leuk vinden als je lid wordt daarvan. En zo even mijn hoofd erbij houden. Ook hier het bloemetje tegen de rand van je kaart aan. En dan zie je dus dat dit twee lagen zijn. Dat betekent dat ik die onderlaag met 1 mm foam ga opplakken. Hoe doe ik dat dan? Nou, dat doe ik. Ik moet nog steeds aan mezelf lachen dat ik gewoon een beetje de boel in de maling neem. Dat ik hier dus die letters uitgestanst heb. Dus zo kan je het oplossen. Ik denk van ja, nou ja, ik heb die kleur niet meer. Ja, dan kan ik de letters niet stansen. Nou, als het in het geval zoals ik nu heb voorkomt dat je dus hier wat overheen plakt. Gewoon lekker in het midden. De letters eruit halen. Haha, ik zie de tekst. Ja, natuurlijk zie je de tekst. Daar heb ik ze uitgestanst. Oké, nou, dan gaan we de dingetjes eraf halen. Lekker weer hadden we trouwens vandaag, hè? Trouwens, wat ik zag, wordt het ook de komende dagen heel erg mooi. Nou, ik ben al eerder hier geweest. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik ook een keer hier was. Ik vind het wel erg leuk, want ik moet zeggen,
dat ik hier altijd wel ervaar. Een enthousiast publiek, ook veel kijkers. Nou, en ik weet ook heerlijk, jongens, dat, dat mensen ook dingen terugkijken. Maar ik moet ook zeggen, het is voor mij wel heel erg leuk als ik dit zit te doen. En ik zie dat er gewoon heel veel mensen naar me kijken. Dat geeft mij ook weer genoegdoening. Toch? Dan leg ik hem erop. Ik heb wel een beetje in het midden, dus dat er evenveel ruimte aan alle kanten zit. Kijk. En dan is die klaar. Dan gaan we de letters doen. Ik heb de letters die hier zaten gestanst met... Even kijken hoor waar die is. Hier. Die komt uit dit pakketje. Dat is Temp en Cutting Dies. Die zijn voor Karen Jones. Maar die kan je natuurlijk op elk werk... Die kan je op elk werk gebruiken. Dus dat is... Ik zal even de letters geven. KJBBKJ SCD 27. De basis heb ik gestanst uit... Waar is mijn zakje met voorbereiding? Hier. Uit de kleur van de achtergrond. Dus dat is deze. Zie? En daarnaast... Daarna heb ik de letters twee keer Anfran. Als je naar mijn YouTube-kanaal gaat, daar zie je de vorige... Ook een filmpje over de vorige Flower Mask. En ook die ik gisteravond heb gedaan. Dus... Je kan op mijn YouTube-kanaal kan je ze vinden. Deze komt eerst. Nou, en dan heb ik de letters twee keer gedaan. En wat doe je dan? Dan ga je die letters met een schaduwletter op elkaar plakken. Ik neem dus de tweede letter, plak ik over de zwarte heen. En nu moet je even goed opletten. Als ik ervoor kies om het zwarte aan de linkerkant te doen, zoals ik nu doe, dan betekent dat je het ook bij de andere letters moet doen. Dat betekent dat ik ook bij de O die ik nu ga doen, de schaduw aan de linkerkant moet zetten. Maar dat snappen jullie, hè? Dus nu heb je de schaduw aan de linkerkant. En ook bij deze doe ik het. Ik zit gewoon echt helemaal te blozen hier van al jullie complimenten. Nou, dat is, ik moet zeggen, ik kreeg de mask van de week binnen. En ik heb best even hard moeten werken om het af te krijgen allemaal. Dat doe ik trouwens met veel plezier. Maar als het dan zo gewaardeerd wordt, dat is voor mij ook een stimulans om door te blijven gaan. Dus... Jullie blij, ik blij. Wat willen we nog meer? Nou, dan zijn de letters klaar. En dan ga ik de letters op de basis plakken. Dat is de eerste. En ik vond ze zo wat duidelijker door de zwarte schaduw. Maar als je dat te veel vindt, het hoeft niet, hè? Je bent niet verplicht, hè? Maar ik vond het mooi. Nou, dan zitten bij dat setje zitten ook dus stempeltjes met tekst. Want you alleen, dat betekent dat er nog iets bij moet. Kijk. Nou, daar kan je voor kiezen. Ik ga ze opnoemen. Je kan Happy Birthday to... En dan komt you eronder. I was just thinking about you. Dus dan komt you er ook onder. En dan heb je you are on my mind. Dus dan komt er eerst you are on my mind. You are the one I love. And there's nobody just like you. Ik kies voor you are on my mind. Omdat ik dat een... Hoe heet het? Dat ik dat een mooie tekst vind die ik kan versturen bij verschillende gelegenheden. Dan pak ik even een blokje
En daar leg ik de tekst neer. Ik heb een blokje hier met regeltjes, met lijntjes. Dan kan ik zien of de tekst recht staat. En ik zie dus nu dat ik hem niet recht heb staan. En je kan hem ook in je stempelhulp doen, hè. En dan kies ik voor een duidelijke stempelinkt. Memento is een wat minder duidelijk. Ik vind dus deze Vesafine zwarte inkt heel duidelijk. Zeker als je tekst wil stempelen. Nou, hier komt You en daar komt onder Are On My Mind. Die stempel ik dan. Kijk eens hoe mooi. Even mijn stempel schoonmaken. En terug. Kijk. En dan maak ik hier dus de lijm op. En die lijm ik op zijn plek. Nou, die komt dus hier boven. Recht plakken. Hoe mooi. Dan pak ik weer die basis. En daar komt deze overheen. Die doe ik niet met tape. Die doe ik er zo op. Dus dan doe ik hem gelijk in de lijm. Kijk. Nou, nu is die voor mij bijna af. Want ik vind het ook heel erg leuk om in deze kleine bloemetjes nog een pareltje te zetten. Dus ik heb mijn pareltjes opgezocht. Ik had op het origineel, dit is mijn origineel, kijk, het is echt zo'n broertje ervan, had ik gedaan. En die had ik met de mooie pareltjes gedaan van Janine, want die staan gelinkt. Maar die zijn nu op, dus ik moest even andere blanke pareltjes, nou, dat, ik had ze nog liggen. En die doe ik dus nu op elk bloemetje. Eén zo'n pareltje. Kijk. Dat geeft net nog even dat extra effect. Nou, dan krijg je straks een... Ja, ik vind het niet helemaal een kaskaartje. Kas betekent clean en simpel. Nou, simpel wil ik het niet helemaal noemen. Het vergt best een beetje van je aandacht. Maar het resultaat is er ook naar. Ik hoop niet dat iedereen daar last van heeft. Dat vind ik wel heel erg vervelend. Kijk, dat als je het nou hebt over de finishing touch, nou, ik kan wel zeggen dat ik dat dit nou eigenlijk gewoon een finishing touch is. Het is niet over de top, maar nog net. Toch eventjes een stukje extra. En dames en heren, dit is dan het eindresultaat van een uurtje heerlijk gezellig maken. En zo zie je, dus ja, sla ik er één over. Ja, heel goed gezien. Marga, heel goed, heel, dankjewel. Ik sla er inderdaad één over. En nog één.
Zo. Ik kan niet zeggen dat het een hele eenvoudige was, want de bloem maken, het resultaat is prachtig, maar je moet echt eventjes je hoofdje erbij houden. Nu, als het goed is, staat nu alle pareltjes erop. Ja. Oké, ik ga zo meteen een winnares kiezen die de hele serie met Flowered Mask krijgt. En hoe we dat gaan regelen, dat ga ik je dan ook vertellen. Ik vond het heel erg leuk om het hier bij jullie een keer zo te doen. Ik denk vast dat er wel weer een keer een volgende keer komt. En anders dan, ik ben wel vaker live hier of daar bij Studio Light of bij een ander. Jullie vinden me vast wel. Jullie bedankt voor jullie enthousiasme, voor het meekijken. En heel graag tot de volgende keer. Fijn weekend allemaal. En tot ziens.